bezoekers? Tot nu toe wel, ja. Goed zo. Heb je al eerder een dirigentenjaar gespeeld? Ja. Ja? Ja, 15 jaar geleden. En wat? Met John Chikai heb ik een dirigentenjaar gespeeld. Maar ik, ja, wat? Hoe heten die stukken die je met dat soort gelegenheden speelt? Ik weet niet wat je hebt gespeeld, was er niet bij. Nee. Wat ga je nu vanavond doen? Geen idee. Echt niet? Nee. Wat vind je van het initiatief om zo'n, laten we toch maar zeggen, alternatieve pianistenserie te organiseren in een zaal waar altijd heel ander soort recitals worden gegeven? Ja, Louis kwam met dat idee op een gegeven ogenblik en ik geloof dat het een heel aardig idee is. In het recitalwezen mag best eens de beuk. Daar weet je zelf ook van mee te praten, lijkt me. Dat ben ik helemaal met je eens. Want ik bedoel, daar schrijf jij ook alsmaar weer stukjes over. Als ik het begrepen heb wat Louis wilde, was het om de context en de omgeving van de meesterserie, maar dan iets heel anders doen. Ja, meester. Wat zijn meesters? Ja. Laatste soort van kwalificatie waar ik mee van doen zou willen hebben. Beschouw jezelf niet als meester? Nee, zeker niet. Maar het is best aardig om daar eens voor door te gaan.